Ik heb vandaag Rootsbikes en Refugee Company bezocht. En ik moet zeggen, het was een indrukwekkend bezoek. Het is heel mooi om te zien hoe mensen met zoveel motivatie werken aan en commercieel interessante producten. Mensen opleiden, maar ook maatschappelijk heel relevante bijdragen leveren. Het heeft zowel voor de mensen die hier werken onvoorstelbaar veel impact als voor de maatschappij. Dus het is super om te zien. Ja, ik vond het heel mooi dat ze de tijd nam om naar ons verhaal te luisteren. Ik heb het idee dat wij wel echt hebben kunnen toelichten wat de uitdagingen zijn rondom het sociaal ondernemen. Qua rechtsvorm, complexiteit. Dus ik heb wel de indruk dat ze daar, de hoop dat ze daar nu beter begrip voor heeft. Ja, het is goed om te horen dat ze zelf erg terugkwam ook op het praktische en pragmatische. Dit moet gewoon makkelijker worden. Nou, en dat is inderdaad denk ik onze hoofdzaak als sociaal ondernemers. Ik vond het fijn om te zien bij de minister dat ze het verhelderend vond. Dus dat ze echt luisterde naar de dingen waar we tegenaan lopen als ondernemer. En dat ze ook ziet dat een andere vorm van governance ons zou kunnen helpen om sneller impact te maken. Vandaag was ik hier samen met minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken. En het werd ons heel erg duidelijk hoe belangrijk het is dat sociale ondernemingen ook naar buiten toe kenbaar zijn. En dat we gaan werken aan een maatschappelijke BV, om dat ook in onze wetgeving een plek te geven. Daar ligt een grote opdracht en daar moeten we snel mee aan de slag.